Ze zijn niet terrorist. Ze zijn fighter for the freedom. Nederland is een vrijland. In februari werd er een Eritrees feest bruut verstoord door de zogenoemde groep Brigade Namedou. Vandaag staan er 4 verdachten terecht en wordt er de hele dag gedemonstreerd door voorstanders van deze brigade. Wij willen ook onze familie beschermen. Dus omdat wij hier tegen de dictator zijn, moeten niet onze ouders in Eritrea ook bedreigd worden. Dus dat wil ik niet. Ik wil veilig leven in Nederland. Maar jullie hebben dus wel die groep mensen aangevallen. Hoe zit dat dan precies, dat verhaal? Wij hebben hun niet aangevallen. Op die bewuste dag was er in een partycentrum aan de Fruitweg een feest gaande van ongeveer 1500 aanhangers van het huidige totalitaire regime in Eritrea van president Afwerki. En de relschoppers, dat waren mensen die vonden dat dat feest niet mocht doorgaan. Die waren het niet eens met de vergunning die de gemeente Den Haag had gegeven. En die vonden ook dat de politie ten onrechte dat feest niet beëindigde. Maar ja, daar was gewoon een vergunning voor afgegeven. Ik ben hier van die mensen die nu aan het gevangen zijn. Ik wil gewoon vrij zijn. Dus ze komen hier gewoon van de vrijheid, zeg maar. Ze willen gewoon vrijheid. En zijn nu aan het gevangenis. Dus ik wil die mensen die aan het gevangenis zijn, gewoon eruit, gewoon vrij. Nou, dat is geëscaleerd op een vreselijke manier. Dus de politie met name is bekogeld met stenen, met stokken, met zo'n beetje alles wat de relschoppers in hun handen konden krijgen. Daar hebben we ook de beelden weer van gezien. In mei is een eerste groep van 10 verdachten berecht, maar vandaag stond natuurlijk de belangrijkste man terecht. Die ervan wordt verdacht dat hij toch wel degelijk heeft opgeroepen tot al die rellen. Het OM die verdenkt hun van behoorlijk ernstige feiten. Namelijk dat ze de politie hebben aangevallen, journalisten hebben aangevallen. Dat gebouw in puin hebben achtergelaten, meerdere auto's in de brand hebben gestoken. Waarom zouden die mensen dan moeten worden vrijgelaten? Het is op een andere manier. Ja, het is, ik kan wel op eigen taal even vertellen, maar het is moeilijk om Nederland te vertellen. Zeg maar. Probeer het eens. Ja, ik was op die dag zelf niet, zeg maar. Maar Nederlandse regime denken dat de mensen zijn gewoon terrorist. Maar het is anders. De mensen zijn geen terrorist voor mij. We willen niet doorgaan met de feest, zeg maar. Dus we willen dat stoppen en de politie komt tegen ons. Dus, ja, jullie hebben dat feest op een gewelddadige manier willen laten verstoppen. Ja. Toen is de politie gekomen. Ja, hebben jullie de politie aangevallen, auto's in de brand gestoken. Ja. We willen dat nu doen, maar ja, dat is gewoon gebeurd. Ja, dat is gebeurd. Maar het moet dan niet kosten? Ja, we willen sorry zeggen, maar ja. Ja, je wil sorry zeggen, maar tegelijkertijd pleit je er dus voor dat de 4 verdachten die nou vastzitten, dat die vrij moeten worden gelaten. Ja. Maar waarom dan? Dat moet ik uitleggen. Deze mensen stellen zich toch op het standpunt, de Nederlandse overheid had nooit deze vergunning mogen afgeven en had eigenlijk ons mogen steunen. Maar ja, dat werkt wat anders bij ons. Wat ze gedaan hebben, komt door de politie. Komt door de politie? Ja. Maar politie komen naar ons. En we willen gewoon... Ik kan er geen klote van verstaan. We gaan niet meer verder. Zeg maar. Ze zijn niet terrorist. Ze zijn fighter for the freedom. Nederland is een vrijland. Een vrijland moet niet mensen die zitten vechten voor de vrijheid arresteren. Ze zijn... Ja, maar in Nederland, wacht even. In Nederland is het niet de bedoeling, hè, dat je bussen in brand steekt, politieagenten aanvalt, journalisten aanvalt, auto's in brand steekt, een pand de vernieling insloopt. Vrijland zal ook niet een terrorist regime in Nederland toegaan laten worden om zijn harde artiesten hier een concert of een festival te laten brengen. En waarom moeten ze vrijgelaten worden? Ja, hij is ook net als ik gevlucht. Hij is hier gekomen om hier vrij te leven. Net als jullie gewoon vrij te voelen. Maar hij voelt ook hier niet veilig. Wil jij nou niets meer missen van onze content? Nou, dan kan dat. Abonneer, volg ons op TikTok en Instagram voor meer.